Expand your vocabulary with our Core 2000 Words eBook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Dutch eBook before it's gone. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Dutch. Hi, everybody, my name is Thomas. Welcome to the 800 Core Dutch Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Dutch. But there's a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So, after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at dutchpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences. Create your own flashcard deck and finally, Master Dutch. Okay, let's get started. First is Hello. 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 Hello, Adam. Hello, Adam. Hello. Adam Excuseer Excuse me Excuseer Excuseer Excuse me Excuseer waar is het treinstation Excuse me where is the train station Excuseer Waar is het treinstation? Het spijt me. I'm sorry. Het spijt me. Het spijt me. I'm sorry. Het spijt me. Hij is er nu niet. I'm sorry. He is not here right now. Het spijt me. Hij is er nu niet. Goedenacht. Good night. Goedenacht. Goedenacht. Good night. Tijd om nacht te zeggen. Time to say good Tijd om nacht te zeggen. Leuk je te ontmoeten. Nice to meet you. Leuk je te ontmoeten. Leuk je te ontmoeten. Nice to meet you. Leuk u te ontmoeten, meneer. Nice to meet you, sir. Leuk u te ontmoeten, meneer. Hoe gaat het? How are you? Hoe gaat het? Hoe gaat het? How are you? Hallo Mies, hoe gaat het? Hallo Mies. How are you? Hallo Mies, hoe gaat het? Ja. Yes. Ja. Yeah. Ja. Yes. It is scout. Yeah, ja, in the dat. It's cold. Yes, indeed. Het is koud. Ja, inderdaad. Nee. No. Nee. Nee. no. Ik ben geneigd om nee te stemmen. I tend to vote no. Ik ben geneigd om nee te stemmen. Dank je wel. Thank you. Dank je wel. Dank je wel. Thank you. Dankjewel, maar dit heb ik niet besteld. Thank you, but I didn't order this. Dankjewel, maar dit heb ik niet besteld. Ik ben I am Ik ben Ik ben I am Ik ben Maria. I am Maria. Ik ben Maria. Tot ziens. Goodbye. Tot ziens. Tot ziens. Goodbye. Tot ziens mijn vriend. Goodbye, my friend. Tot ziens, mijn vriend. Slecht, baad, slecht, slecht, baad. Hij is een slechte jongen. He is a bad boy. Hij is een slechte jongen. Goed. Good. Goed. Goed. Good. Groentes zijn goed voor je. Vegetables are good for you. Groentes zijn goed voor je. Mooi. Pretty. Mooi. Mooi. Pretty. Je bent erg mooi. You are very pretty. Je bent erg mooi. Lelijk. Ugly. Lelijk. Lelijk. Ugly. Het lelijke eendje werd een mooie zwaan. The ugly duckling became a beautiful swan. Het lelijke eendje werd een mooie zwaan. Makkelijk. Easy. Makkelijk. Makkelijk. Easy. Het is makkelijk om een woord te spellen. It is easy to spell a word. Het is makkelijk om een woord te spellen. Moeilijk. Difficult. Moeilijk. Moeilijk. Difficult. De toets van woensdag zal moeilijk zijn. Wednesday's test will be difficult. De toets van woensdag zal moeilijk zijn. Dichtbij. Neer dichtbij dichtbij neer Ik woon dichtbij de universiteit I live near the university Ik woon dichtbij de universiteit ver far ver ver far De vrouw kijkt naar iets ver weg The woman is looking at something far away De vrouw kijkt naar iets ver weg klein small klein klein small Een klein biertje, alstublieft. A small beer, please. Een klein biertje, alstublieft. Well done. In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful ones. Click the link in the description and sign up for free at dutchpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences Custom flashcard decks and more learning resources. See you next time. Tot ziens. Sour. Zier. Zier. Soybean. Soya Sojabon. Speak. Spreken. Spreken. spend money geld spenderen geld spenderen spicy heet heet spoon lepel lepel spring lente Lente Stand Stan Steak knife Fleischmess Fleischmess Stomach Mach. Mach. store Winkel Winkel student. student 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 study Studeren Studeren subway Metro. Metro. Sugar. Zerker. Zerker. Summer. Zomer. Zomer. Sunday. Zondag. Zondag. Sunglasses sonabriel sonabriel sunny schonach schonach supermarket 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 sweatsuit Trainingspak Trainingspak Sweater Trui Trui Sweet potato Zoete aardappel Zoete aardappel Sweets Zoetigheid snoetigheid, swimsuit, badpak, badpak, table, tafel, tafel, talk, praten. Praten. taxi 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 t lesgeven Les Teacher. Lerares. Lerares. Television. Televisie. Televisie. Temperature. 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 Ten. Tien. In. Test. Toets. Toets. Text. SMS. SMS. Text message. SMS. SMS. textbook. studi book. studi book. thank. duncan. duncan. thermometer. 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 thirsty. dorstig. dorstig. Thirteen. Dertien. Dertien. Thirty-three. Drieëndertig. Drieëndertig. Three. Drie. Drie. Three. 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 Thursday. Donderdag. Donderdag. Time. Tijd. Tijd. Today. Vandaag. 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 Toilet Toiletpapier. 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 Tomatoes. Tomat. Tomat. Tomorrow. Morgen. Morgen. Tongue. Tong. Tong. Tooth. Tant. Tant. toothbrush tandenborstel tandenborstel toothpick tandenstoker tandenstoker travel reizen reizen truck truck Truc. tuition schoolgeld schoolgeld turkey kalkoen kalkoen turn off uitschakelen Uitschakelen. Turn on. Aandoen. Aandoen. Turnip. knolraap, Knoolraap. twaalf, twaalf. Twenty-one. Een en twintig. Een en twintig. Twenty-two. Twee en twintig. Twee en twintig. Two. Twee. Twee. Ugly. lelijk lelijk underline onderstrepen onderstrepen undershirt hemd hemd underwear ondergoed ondergoed university universiteit universiteit use gebruiken gebruiken vacation vacancy vakantie vacuum cleaner stofzuiger stofzuiger vegetable groente groente vehicle vervoermiddel vervoermiddel verb werkwoord werkwoord vest fest fest waistcoat she let wake up wakker worden Wakker worden. Wall. Muur. Muur. Want. Willen. Willen. Wash one's face. Gezicht wassen. Gezicht wassen. Washing machine. Wasmachine. Wasmachine. Watch. Kijken. Kijken. Watch. Horloge. Horloge. Water. 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 Watermelon. 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 Weather. Weer. Weer. Weather report. Weerbericht. Weerbericht. Weekend. Weekend weekend wheat tarva tarva whiskey 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 white wit wit whiteboard Whiteboard, Whiteboard, Wife, Frau, Frau, Wi Fi, Wi Fi, Wi Fi, wi -fi. Window, Ram, Ram windy wind winder wine wein wein winter 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 wipes fegen vegen wireless draadloos draadloos woman vrouw vrouw work werken werken wrinkle rimpel rimpel rust pols pols right schrijven schrijven year jaar jaar yellow geel Yesterday. Gisteren. Gisteren. Zero. No No. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and eBooks for free. Just click the link in the description. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Dutch listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Een vrouw vraagt een winkelbediende iets in een boekenwinkel. Welk boek wilt de vrouw zien? Ik wil graag een boek van die plank bekijken. Welk boek wilt u? Die ene over auto's. Momentje alstublieft. Deze? Ja, die. Alstublieft. Welk boek wilt de vrouw zien? Een vrouw vraagt een winkelbediende iets in een boekenwinkel. Welk boek wilt de vrouw zien? Ik wil graag een boek van die plank bekijken. Welk boek wilt u? Die ene over auto's. Momentje, alstublieft. Deze? Ja, die. Alstublieft. Een man en een vrouw kijken naar een menu in een restaurant. Wat gaat de man bestellen? Wat ga je bestellen? Die pizza ziet er lekker uit. Ik denk dat ik die kies. Ik had gisteren pizza. Dus. Oké, okay. en hoe denk je over een hamburger? Klinkt goed. Ja, die dan maar. Wat gaat de man bestellen? Een man en een vrouw kijken naar een menu in een restaurant. Wat gaat de man bestellen? Wat ga je bestellen? Die pizza ziet er lekker uit. Ik denk dat ik die kies. Ik had gisteren een pizza, dus. Oké, okay. en hoe denk je over een hamburger? Klinkt goed. Ja, die dan maar. Een man belt naar de praktijk. Van een dokter. Hoe laat moet hij bij de praktijk van de dokter zijn? Hallo, wat kan ik voor u doen? Hoe laat sluit u vandaag? Wij sluiten om zes uur, maar kom alstublieft om half zes. Oké, okay. dank u wel. Hoe laat moet hij bij de praktijk van de dokter zijn? Een man belt naar de praktijk van een dokter. Hoe laat moet hij bij de praktijk van de dokter zijn? Hallo, wat kan ik voor u doen? Hoe laat sluit u vandaag? Wij sluiten om zes uur. Maar kom alstublieft om half zes. Oké, okay. dank u wel. Een jongen leest zijn dagboek. Wat was het eerste wat de jongen vandaag deed? Het weer was prachtig vandaag. Ik ben vanmiddag wezen zwemmen in het zwembad. En s'avonds ben ik naar de film geweest. Ik heb de hele ochtend gestudeerd. Vandaag viel heus wel mee. Wat was het eerste wat de jongen vandaag deed? Een jongen leest zijn dagboek. Wat was het eerste wat de jongen vandaag deed? Het weer was prachtig vandaag. Ik ben vanmiddag wezen zwemmen in het zwembad. En s'avonds ben ik naar de film geweest. Ik heb de hele ochtend gestudeerd. Vandaag viel heus wel mee. Een vrouw en een man kijken naar een foto. Naar welke foto kijken zij? Dit is toch een foto van een voetbalteam van je zoon? Welke is uw zoon? Deze. Oh, hij is de langste. Ja, hij is nog langer dan ik. Naar welke foto kijken zij? Een vrouw en een man kijken naar een foto. Naar welke foto kijken zij? Dit is toch een foto van een voetbalteam van je zoon? Welke is uw zoon? Deze. Oh, hij is de langste. Ja, hij is nog langer dan ik. Een man en een vrouw zijn aan het praten. Wanneer gaan ze naar de film? Waarom gaan we niet volgende week zaterdag naar de film? Ja, dat lijkt me geweldig. Maar ik heb ochtends een part-time baan. Wanneer ben je klaar met je part-time baan? Ik ben om twee uur klaar. Laten we dan om drie uur in het café afspreken en dan om vier uur naar de film gaan. Oké, okay. wanneer gaan ze naar de film? Een man en een vrouw zijn aan het praten. Wanneer gaan ze naar de film? Waarom gaan we niet volgende week zaterdag naar de film? Ja, dat lijkt me geweldig. Maar ik heb ochtends een part-time baan. Wanneer ben je klaar met je part-time baan? Ik ben om twee uur klaar. Laten we dan om drie uur in het café afspreken en dan om vier uur naar de film gaan. Oké. Okay. Een man is aan het praten met een winkelbediende. Welk overhemd gaat hij kopen? Hmm, welk overhemd denk je dat beter is? De witte of de blauwe? Ik vind die blauwe. Hij past erg goed bij uw gijze jas. Denk je? Maar hij past niet echt bij mijn rode stropdas, vind je niet? Hmm, ja, daar heeft u gelijk in. Oké, okay, dan neem ik de witte en niet de blauwe. Welk overhemd gaat hij kopen? Een man. Is aan het praten met een winkelbediende. Welk overhemd gaat hij kopen? Hmm, welk overhemd denk je dat het beter is? De witte of de blauwe? Ik vind die blauwe. Hij past erg goed bij uw grijze jas. Denk je? Maar hij past niet echt bij mijn rode stropdas, vind je niet? Hmm, ja, daar heeft u gelijk in. Oké. Okay dan neem ik de witte en niet de blauwe. Een man bevindt zich in een hamburgertent. Welk menu gaat hij bestellen? Pardon, mag ik het speciale burgermenu? Natuurlijk. Kiest u alstublieft uit franse frietjes of voor een salade? Een salade alstublieft. Oké, okay, en kiest u alstublieft uw drinken. Een Coca-Cola, alstublieft. Welk menu gaat hij bestellen? Een man bevindt zich in een hamburger-tent. Welk menu gaat hij bestellen? Pardon, mag ik het speciale burgermenu? Natuurlijk. Kiest u alstublieft uit Franse frietjes of voor een salade. Een salade, alstublieft. Oké, okay, en kiest u alstublieft uw drinken. Een Coca-Cola, alstublieft. Een leerkracht is een taart aan het maken. Welke ingrediënten gebruikt de leerkracht? Vandaag gaan we een taart maken. Ten eerste, meng de boter en de suiker. Doe er vervolgens twee eieren bij en meng het goed door elkaar. Voeg de bloem toe en roer licht. Zet het in de oven en bak het 50 minuten. Dat is alles. Welke ingrediënten gebruikt de leerkracht? Een leerkracht is een taart aan het maken. Welke ingrediënten gebruikt de leerkracht? Vandaag gaan we een taart maken. Ten eerste meng de boter en de suiker. Doe er vervolgens twee eieren bij en meng het goed door elkaar. Voeg de bloem toe en roer licht. Zet het in de oven en bak het 50 minuten. That is alles. You are at a train station where you are attempting to buy an express ticket from a ticket machine. Which option should you choose to buy an express ticket? Which option should you choose to buy an express ticket? The option on the bottom left is for an express ticket. Sneltreinkaartje You are at a train station where you've just bought an express ticket. Which train car row and seat number are you in? Which train car row and seat number are you in? The ticket says that you're in train car number 1 in the 8th row in seat C. Treinstel nummer 1, rij 8, stoel C. You are at a train station where you're reading the train schedule for an express ticket that you've just bought. On which days are there no express trains running? On which days are there no express trains running? There are no express trains running on public holidays and the third Sunday of every month. Nationale feestdagen, derde zondag van elke maand. You are on a platform at a train station where you're waiting for your train. Suddenly, a message appears on the display. What does the message on the display mean? What does the message on the display mean? The display reads, "The next train will not stop." De volgende trein zal niet stoppen. You are at a train station where you're looking for the best exit to catch a taxi. Which exit should you take to get to the taxi rank? which exit should you take to get to the taxi rank you should take the east exit in order to get to the taxi rank you just got a text message from your hotel's pickup service what does the first number refer to? What does the first number refer to? The number in the text message refers to the customer code. number. You are checking out the hotel's facilities when you see a notice on a door. What does the notice mean? What does the notice mean? The notice reads: "Do not enter toegang. You search online for the nearest bus service. What bus service does the page show? What bus service does the page show? The webpage shows a free bus service. Gratis Busdienst. You're about to enter a small shop, but there's a handwritten note on the door. What does the message on the note mean? What does the message on the note mean? The note reads, I'll be right back. Ik ben zo terug. There's a national holiday coming up, and you notice that shops have special notices about having different opening hours. From when will the opening hours return to normal? From when will the opening hours return to normal? The notice says that the opening hours will be back to normal on January 7th. January. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words eBook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Dutch ebook before it's gone.